Welkom, goedenavond allemaal. Mijn naam is Floor van Spaanhoek. Welkom bij Bureau Europa. En we hebben onze lezingsserie, de tweede aflevering alweer, van mevrouw de architect. In navolging van het initiatief van Merel Pitt heeft Bureau Europa samen met Merel een lezingsserie opgezet. We belichten enerzijds de reeks zoals ze ook in het boek heeft opgenomen, maar we zijn hier niet voor niks in Limburg. We hebben hier onze nadruk op de Limburgse architecten en deze spreken dan ook in deze serie. De serie hangt samen met de tentoonstelling Love in the Mist, waar we kijken hoe de kwestie vruchtbaarheid de wereld heeft ingericht, de rol van de vrouwen in grote mate heeft bepaald. Ik nodig iedereen uit om dat daarna even te gaan zien. Als eerste, we hebben vandaag drie sprekers. Katja Edens, ze heeft ook in het boek een artikel geschreven en zij zal aftrappen met de vrouw en de geschiedenis. De vrouwelijke architect, moet ik beter zeggen. Dat is niet zomaar een geschiedenis, dat gaan we zo horen. Teske van Rooyen is hier en Evelien Pieters, die zal ik later introduceren. Katja, wil je naar voren komen alsjeblieft? Dag allemaal. Hartstikke leuk om hier te zijn. Ik mag een verhaal houden over vrouwelijke architecten en hun rol in de architectuurgeschiedenis. Ik heb mijn lezing de naam meegegeven Waar zijn de vrouwen? Scott Brown's Duck and Architecture's Dirty Little Secret. Nou, waar zijn die vrouwen? Dat is eigenlijk een vraag die ik mezelf ook op een gegeven moment ben gaan stellen. Want ik kwam tot het schokkende besef dat ik kunstgeschiedenis had gestudeerd, architectuurgeschiedenis, 4-5 jaar lang. En dat ik misschien een handvol vrouwelijke architecten was tegengekomen. Eén daarvan werd in een bijzin genoemd, dat was die Denise Scott Brown, die ook in mijn titel zit. Daar kom ik straks op terug. Het andere, The Dirty Little Secret uit mijn titel, is afkomstig van architectuurhistoricus Beatrice Colomina. En zij heeft veel onderzoek gedaan naar de positie van vrouwen in de architectuur. En die Dirty Little Secret, daar ga ik straks vertellen wat dat precies is. Nou, waar zijn die vrouwen? Dit is een greep uit de architectuurgeschiedenis van de 20e eeuw. Dus ze zijn helemaal niet zo moeilijk te vinden. Je moet gewoon goed kijken. Ik weet zeker dat iedereen die hier zit wel eens te maken heeft gehad met een situatie waarin een jury was of een bestuur of er werden sprekers gezocht. En dat er dan geen vrouwen tussen zaten. Het gebeurt wel steeds minder, maar het argument is dan vaak, ja, we willen wel vrouwen. We willen wel vrouwen uitnodigen om te komen spreken of voor onze jury, maar we kunnen ze niet vinden. Je moet dus gewoon beter zoeken. En als we beginnen met die vrouwen een podium te geven en hun namen te noemen, dan blijft het ook geen onbekende. Nou, dat geldt ook voor die architectuurgeschiedenis. En zeker als we naar de 20e eeuwse geschiedenis kijken, dan is het dus niet zo moeilijk. Dit lijstje is gewoon maar een eerste greep. Nou, ik weet zeker dat jullie wel namen herkennen hierin. Het zijn mensen van wat verder terug in de geschiedenis, zoals Koos Pot-Keegstra bijvoorbeeld. Maar ook mensen van nu, Patty Hopkins staat ertussen, Odile Dek, Riek Bakker, hè, geen onbekende in Nederland uiteraard, Arna Matschkic. Maar ook een Margaret Kropholler bijvoorbeeld. Als je aan mensen vraagt, noem eens een vrouw, noem eens een vrouwelijke architect. Dat doe ik soms bij mijn studenten en af en toe oefen ik er zelf ook mee. Dan is dit eigenlijk een naam die altijd wordt genoemd, Zaha Hadid. Zij was de eerste vrouwelijke winnares van de Pritzkerprijs in 2004. En ze was ook de eerste vrouwelijke winnares van de Royal Gold Medal van de RIBA in 2016. Dus moet je even tot je door laten dringen hoe lang dat heeft geduurd. Voordat die prijs eens een keer aan een vrouwelijke architect werden uitgereikt. Deze Zaha Hadid die is er wel in geslaagd om eigenlijk door alle mogelijke glazen plafonds heen te breken. Ik heb haar wel eens zien spreken. Het was echt een hele intelligente en krachtige spreker. Andere naam die vaak genoemd zal worden is Lina Bobardi. Italiaanse van origine. Werkte in Brazilië, kreeg dit jaar nog, helaas postuum, de Special Golden Lion Award op de Biennale van Venetië.
beter laat dan nooit, zullen we dan maar zeggen. En we zien hier een werk van haar, Sege Pompeia, in Brazilië. En wat ik zo mooi vind aan Lina Bobardi is dat zij zowel een architect is. Dus een architect die heel geliefd is onder architecten. Kijk even de architecten hier aan, volgens mij is het hier ook zo. Maar dat zij ook een architect van het volk is. Dus dat ze heel goed gevoel heeft voor wat mensen raakt en wat ze nodig hebben. En dat zie je ook in dit project. Een prijsvraag die ze had gewonnen om een sociaal-cultureel centrum te maken op deze plek. Het idee was aanvankelijk dat deze fabriek gesloopt zou worden. Zij is gaan observeren. En ze heeft eigenlijk op twee manieren geobserveerd. En daarin was ze echt ver vooruit op haar tijd. De ene manier was door te kijken naar de architectuur. Wat biedt de architectuur mij en wat kan ik daarmee? En vervolgens is ze ook gaan kijken naar de plek. Wat gebeurt hier? Wat doen mensen hier? Nou, dit bleek een hele levendige plek te zijn waar mensen al lang in de weekenden zaten te barbecuen en kinderen aan het voetballen waren en waar allerlei sociale dingen gebeurden. En ze besloot de kracht van die plek en de kracht van het gebouw te gebruiken voor dit project. Dus de lezing op zich ga ik nu niet doen, maar ik wilde dit toch even vertellen erover. Als je mensen vraagt naar een naam van een vrouwelijke architect, dan zal deze naam misschien niet zo snel genoemd worden, Nathalie Dubois. Zij was werkzaam bij Skid Row, Owens & Merrill, zat ze in de directie. We zien hier een heel mooi gebouw van haar, de Union Carbide Building in New York City, uit 1960. Ze was zeer talentvol en ze begon bij een New Yorks bureau, Ketchum, Gina & Sharp. En daar werd ze ontslagen. En dat was niet omdat ze geen goede architect was, maar dat was omdat ze de avances van een mannelijke collega had afgeslagen, die vervolgens om haar ontslag had gevraagd. Daarna ging ze naar SOM en daar werd ze partner. En dat was een heel belangrijk wapenfeit in een door mannen gedomineerde wereld. Dus interessante vrouw. Dit is denk ik voor velen wel een bekende naam, Charlotte Perriand. Zij was een bewonderaar van Le Corbusier toen hij nog maar aan het begin van zijn carrière stond. En dan hebben we het echt over de jaren 20. Zij had een opleiding gedaan als interieurarchitect en ze besloot bij hem te solliciteren. En tekenend voor hoe er tegen vrouwelijke ontwerpers werd aangekeken was zijn mededeling, of hij stuurde er eigenlijk weg met de mededeling, wij borduren hier geen kussens, dus we hebben jou niet nodig. Maar daarna zag hij haar stalen buismeubilair op de Salon d'Automne. En toen sloeg dat toch wel om en had hij grote bewondering voor wat ze daar had gepresteerd. Want het was ontzettend in lijn met wat hij eigenlijk zelf beoogde met zijn ontwerpen. Dus uiteindelijk zijn ze samen gaan werken, is ze bij hem gaan werken. Samen met Jeanneret en hebben ze 10 jaar lang samengewerkt. Daarna is ze zelf verder gegaan als architect. En dit is een beroemd ontwerp van haar, een ski resort in Frankrijk, Arc 1600. Ik ging een mooi plaatje zoeken en ik zag dat het op de website nog steeds wordt aanbevolen, ook als een van de beste hotels in de omgeving. Andere naam, noem eens een vrouw uit de architectuur. Nou, Jane Drew, naamgever van de Jane Drew-prijs. Een prijs voor vrouwen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de architectuur. Maar het interessante is ook dat zij de architect is van Chandigarh, hoofdstad van Punjab in India. Een project wat we eigenlijk altijd associëren met Le Corbusier. En het is waar, Le Corbusier heeft inderdaad aan ontworpen. Maar het is zo dat Jane Drew degene was die de opdracht binnensleepte. Of eigenlijk aangeboden kreeg op basis van haar ervaring met tropische architectuur. Architectuur in de tropen. Zij had het op dat moment heel druk met allerlei projecten. Wilde het graag doen. En heeft toen Le Corbusier overtuigd om haar te helpen bij dit project. En vervolgens is het de geschiedenis ingegaan als een van de grote projecten van Le Corbusier. Een andere naam die verbonden is met Le Corbusier is Eileen Gray. Zij is de ontwerper van deze villa, E1027 heet deze villa. Dat heeft een reden. Maar goed, het is een villa uit 1925. En dan moet je je even voorstellen dat het huis op de Weissenhofsiedlung, wat we kennen van Le Corbusier, is uit 1927. En de Villa Savoye, waar hij natuurlijk heel bekend mee is geworden, is uit 1928. Deze ontwerper speelde het klaar
om daarvoor al een functionalistisch ontwerp te maken van dit niveau. Dus hij keek daar met belangstelling naar, sterker nog, waarschijnlijk enige jaloezie. Het verhaal gaat dat zij is gescheiden van haar man. Haar man dit huis cadeau heeft gedaan of heeft gezegd van nou oké, prima, doe er maar mee wat je wil. Haar man nodigde regelmatig Le Corbusier hier uit. Die had daar zelf ook een zomerverblijf. En die is vervolgens de witte wanden in dit huis gaan beschilderen met allerlei woeste voorstellingen, seksueel getint. Hij vond het ook schijnbaar moeilijk te verkroppen dat deze Eileen Gray biseksueel was. Dus nou ja, er zitten allemaal interessante lagen in. En zij vond dat verschrikkelijk, want dat huis is natuurlijk op een bepaalde esthetiek, in een bepaalde ordening van ruimtes ontworpen, waar die witte wanden bijhoren. Dus ook een wat moeizame relatie, op z'n zachtst gezegd. En dan hebben we deze belangrijke vrouw uit de architectuurgeschiedenis, Lili Reich. En Lili Reich werkte samen met Mies van der Rohe. Je ziet rechts van haar een ontwerp wat ze samen hebben gemaakt, Velvet in Silk Café, voor de modetentoonstelling in Berlijn in 1927. En het is bekend dat haar inbreng eigenlijk die organisatie van ruimtes was. Met die soort van stoffen wanden. Dus eigenlijk een hele lichte, open organisatie van ruimte. En je ziet dan dat in hun volgende gezamenlijke ontwerp, want dat is namelijk het Barcelona-paviljoen, dat die kenmerken ook weer terugkomen. Dus je ziet heel duidelijk het samenspel van deze twee ontwerpers. De tactiliteit en texturaliteit, die kwaliteiten zeg maar, die Lili Reich heeft ingebracht met die open organisatie van de ruimte en natuurlijk het ongelooflijke ruimtelijke talent van Mies van der Rohe. Maar het jammere is dat het altijd wordt gepresenteerd als een project van Mies van der Rohe. En dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk de Mies van der Rohe Foundation, die is op een gegeven moment toch wel tot dat inzicht gekomen van ja, dat is eigenlijk belangrijk om dat ook te erkennen. En die heeft als een soort eerbetoon de Lili Reich Grant for Equality in Architecture in het leven geroepen in 2018. En dat is een jaartal wat we nog vaak zullen tegenkomen, 2017, 2018. Dat is een soort awakening van die vrouwen in de architectuur. Nou, dan heb je hier dus mevrouw de architect, eigenlijk de reden dat we hier staan. Merel Pitt, die het ongelooflijk goede idee had vorig jaar om dit blad uit te brengen. En ze vroeg mij om een artikel te schrijven over vrouwen in de architectuurgeschiedenis, of de vrouwelijke architect in de architectuurgeschiedenis. En dat was eigenlijk ook een soort awakening voor mijzelf. En dat begon met een bespiegeling. Sommigen van jullie zullen dit artikel wel hebben gelezen, naar aanleiding van de foto die je hier ziet, met daarop Robert Venturi en Denise Scott Brown. Een foto, ik was erbij toen die gemaakt werd, is door mijn man gemaakt. En ik heb hele goede herinneringen hieraan, maar het is tegelijkertijd ook heel confronterend. Want ik wist dat hij die foto ging maken. Ik wist dat het om Denise Scott Brown en Robert Venturi ging. Maar Robert Venturi was eigenlijk de enige naam die ik echt kende. He, zoals ik al eerder aangaf, Scott Brown was wel eens in een bijzin genoemd. Maar Venturi was de grote naam. Nou, dan zie je hier nog een hele mooie, tedere foto, vind ik, van Venturi en Scott Brown. Een hele tijd terug natuurlijk, toen ze nog jong waren. En ja, je moet je voorstellen, Denise Scott Brown was een gevestigde naam. Ze was associate professor, ze had lesgegeven aan de Universiteit van Pennsylvania in Berkeley. Ze had het architectuurprogramma van de UCLA opgezet, alom gerespecteerd. En dit onderwerp wat we hier zien, wat gaat over Las Vegas, hè, haar fascinatie voor eigenlijk heel gewone architectuuritingen, de ordinaire architectuur van de strip, het kwam ook uit haar koker. En je ziet eigenlijk dat alles veranderde toen ze trouwde. Dus je moet je voorstellen, dit boek werd uitgebracht. Learning from Las Vegas, eigenlijk met op basis van haar ideeën, uiteraard wel in samenwerking dan met Robert Venturi. En hier zien we twee belangrijke termen uit dat boek, de duck,
Dus eigenlijk een gebouwtje wat wordt vormgegeven als datgene wat er wordt verkocht. Hè. Dus in dit geval is dat dan gebraden kip. En de shed, decorated shed, is eigenlijk een heel simpel gebouwtje met daarbij zeg maar heel veel signing, heel veel van wat het is. Zeg maar. En de architectuur is heel simpel. Dat waren termen die zij, die bij haar vandaan kwamen. En die eigenlijk heel makkelijk zijn toegeschreven aan Venturi. Dus er wordt heel vaak gesproken over Venturi's dak, maar het zijn haar ideeën. Dus zij had echt opeens te maken met een hele vreemde gewaarwording. Dat toen zij trouwde, dat dingen en ze dus samen ging werken met Robert Venturi en zijn koppel waren, dat de dingen echt helemaal anders werden. En dat zie je ook terug in een essay wat zij heeft geschreven, Room at the Top, Sexism in the Star System in Architecture. In 1973 uitgesproken bij de Alliance of Women in Architecture in New York. En daarin doet ze eigenlijk haar verhaal van alles. Hè. Het gaat mis met hoe de credits van projecten. Dus projecten worden stelselmatig aan haar man toegeschreven. Als er bijeenkomsten zijn van architecten, dan wordt ze ingedeeld bij het vrouwenprogramma, zodat de architecten met elkaar kunnen praten en de vrouwen wat leuks kunnen gaan doen. Maar zij was natuurlijk ook architect. Of ze werd opgebeld met sorry Denise, we hebben dit keer besloten dat de vrouwen niet meegaan. Dus ze werd op allerlei manieren eigenlijk uit haar positie geduwd. En dat zie je ook aan zo'n citaat hier, dat is dan als ze net getrouwd is. The first indication of my new status came when an architect whose work I had reviewed said, we at the office think it was Bob writing, using your name. By the time we wrote Learning from Las Vegas, our growing experience with incorrect attributions prompted Bob to include a note at the beginning of the book asking that the work and ideas not be attributed to him alone, and describing the nature of our collaboration and the roles played by the individuals in our firm. Dus dat is, ik kwam er eigenlijk ook in de voorbereiding van deze lezing achter dat zij vrij laat getrouwd zijn. Dus je moet je voorstellen, ben je 37. En opeens tel je niet meer mee, om de een of andere reden. Dus dat is een heel gek gegeven. En dat is een gegeven waar wij helaas ook nog niet helemaal van af zijn. Over dat uitduwen uit de geschiedenis. Nou, als iets, hè, uitduwen, uitknippen, uit photoshoppen, als er iets meer zegt dan 1000 woorden, dan zijn het wel dit soort beelden. Dit is een beeld van, het komt uit de tentoonstelling Vrouw Architect. Het is een beeld van Marlene Muske-Pultzig, een architect die haar eigen woonhuis onder andere had ontworpen. Ze zitten hier aan een pannenbier, het dak zit erop. En de originele foto zie je links. Nou, dat is een heel gezellig samen zijn met een trotse architect. En dan wordt die foto in 1984 gepubliceerd in Bouwweld. En dan is ze er gewoon afgeknipt. En er is niets meer van haar over, een stukje arm. En hier zien we ook een vrij treffend voorbeeld van de BBC-serie The Brits Who Built the Modern World. Het is een serie, ging over vooraanstaande architecten die overal ter wereld dus mooie gebouwen hadden gerealiseerd. En de BBC had bedacht, of de redactie van dit programma had bedacht, oké, dit zijn de Brits who built the modern world, 5 mannen. Dus daar begint al mee dat je denkt van, hey, dat is toch wel een beetje apart. Moet er niet een bel afgaan, ziet dit er niet een beetje eentonig uit, hè, en op meer manieren, maar vooruit nu eventjes over dat er geen vrouw tussen staat. Maar het punt was natuurlijk ook dat Michael Hopkins, die in hun rijtje stond, met Norman Foster, Nicholas Grimshaw, Richard Rogers en Terry Farrell, een partnership heeft met Patty Hopkins. En zij stond oorspronkelijk ook op die foto. Maar is dus heel vaardig overigens uitgeshopt. Nog een voorbeeld van hoe je de geschiedenis eigenlijk kunt herschrijven als je wilt. Hoe vrouwennamen en vrouwelijke architecten dus uit de geschiedenis worden geduwd. In dit geval de recente geschiedenis. Nou, een andere kwestie gaat over de Pritzkerprijs. Je moet je voorstellen dat Robert Venturi in 1991 de Pritzkerprijs kreeg toegekend.
En hij, dat was eigenlijk op basis van het hele oeuvre wat hij samen met Denise Scott Brown had gemaakt. En waar ook werk tussen zat, waar hij nauwelijks iets aan had gedaan. Hij nam die Pritzkerprijs in ontvangst, wat ik op zich heb me daar altijd ook een beetje over verbaasd. Maar goed, dat is dus gebeurd. En op een gegeven moment hebben studenten in Harvard gezegd van ja, dat is toch wel echt een hele verkeerde gang van zaken. Dat moet rechtgezet worden. Dus die zijn deze petitie begonnen. En Denise Scott, dat is een paar jaar geleden. En Denise Scott Brown heeft zelf altijd daarover gezegd van they owe me not a Pritzker Prize, they owe me a Pritzker Inclusion Ceremony. Met andere woorden, ik wil gewoon de erkenning voor het feit dat wij een duo waren en dat we samen dat werk hebben gemaakt. Haar naam werd niet genoemd. Dat is natuurlijk wat de hele tijd terugkomt. Nou, de Pritzkerprijs kwam met een heel laffe reactie. Pritzker juries over time are made up of different individuals, each of whom does his or her best to find the most highly qualified candidate. A later jury cannot reopen or second guess the work of an earlier jury, bla bla bla. Tuurlijk kan dat wel, hè? Het is een kwestie van willen. Is niet gebeurd, helaas. Heel jammer. Beatrice Colomina haalde in haar lezing ook nog een situatie aan waarin Denise Scott Brown kwam spreken namens hun bureau. En dat of all people Peter Eisenman opstond om zich te beklagen dat ze werden afgescheept met het surrogate. Zijnde dus niet Venturi, maar Scott Brown. Nou goed, dus waar zijn die vrouwen in de geschiedenis dan? Kunnen we ze wel vinden? Nou ja, dan moeten we dus gewoon heel goed kijken. Want we hebben die geschiedenis van die vrouwen in de architectuur, die hebben we nodig. Anders hebben we geen voorbeelden, dan hebben we geen referenties, dan hebben we geen traditie. Dan missen we gewoon een heel stuk. Dus, en als je goed gaat kijken, ja, dan begint die geschiedenis al heel vroeg. Want die begint met een vrouwelijke farao genaamd Hatshepsut, die een hele reeks gebouwen heeft ontworpen, waaronder deze graftempel. 1500 voor Christus. Nog een paar voorbeelden. Catherine Brissonnet, je kan gewoon Wikipedia erop naslaan. 15e eeuwse architect die dit château heeft ontworpen, Château Chenonceau, samen met haar man. Die was de hele tijd oorlog aan het voeren in Italië. En zij overzag de bouwwerkzaamheden en ontwierp ook onder andere dat torentje wat je daar links ziet. Ander voorbeeld, Lady Elizabeth Wibraham, die Wotton House ontwierp. We weten, soms is de bewijslast een beetje indirect, dus wij weten van haar dat ze een exemplaar had van Palladio's boek, I Quattro Libri. En dat stond vol met allemaal aantekeningen van haar. Dus het is indirect bewijs dat zij bezig was met architectuur. En er zijn nog wat andere bewijzen dat zij onder andere dit gebouw heeft ontworpen. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ze 400 gebouwen aan haar kunnen toeschrijven. Mary Townley, een architect in Engeland, die onder andere dit Townley House heeft gemaakt uit 1792 in Ramsgate. Dan een hele interessante figuur, een non uit Canada, Mother Joseph Parisot, die onder andere dit Providence Hospital heeft ontworpen. Maar ze deed nog veel meer, scholen, allerlei plekken om zeg maar, de minder bedeelden goed te kunnen helpen. Zo passend eigenlijk bij wie zij was. Dan zien we hier nog een gebouw van Josephine Wright Chapman, een New Century Building in Boston. Zij had geen formele opleiding gevolgd als architect, dat gold overigens voor al deze architecten. Voor zover die opleidingen er al waren. Maar toen ze er waren, waren ze vaak niet toegankelijk voor vrouwen. Dus vrouwen hadden gewoon geen toegang daartoe. En moesten het hebben van bijvoorbeeld kennis van broers of een man die architect was of zelfstudie. Nou, dat gold onder andere ook voor deze vrouw. En daarnaast zien we de Women's Building van Sophia Hayden uit 1893... En dan nog een hele mooie, interessante figuur, Marion Mahoney Griffin. Onder andere ontwerper van dit Melson House. Zij was medewerker van Frank Lloyd Wright, werkte op zijn bureau jarenlang. En eigenlijk alle tekeningen die wij kennen van Frank Lloyd Wright, waar hij beroemd mee is geworden,
Een groot deel daarvan is door haar getekend. Dus zij heeft ook heel erg het beeld van de Prairie School bepaald. Is in een later stadium naar Australië verhuisd, waar tentoonstelling van een museum aan haar gewijd is. En heeft daar ook nog heel veel projecten gerealiseerd. En daarnaast zien we Julia Morgan, die deze Asilomar Conference Grounds heeft ontworpen. Dus één gebouw, maar het is een hele reeks gebouwen daar in Californië. Ook in een soort, een beetje een vernacular stijl. Dus er zijn er genoeg. Maar het is wel zo dat we ons eigenlijk pas recent zijn gaan realiseren hoe groot het hiaat is. Hè? Hoe weinig we eigenlijk weten. Dus het is heel lang een vanzelfsprekend gegeven geweest dat die architecten dat mannen waren. En over dat dirty little secret gesproken, Beatrice Colomina die haalde dus aan in haar lezing dat ze een keer een nazit had. En het ging over een vrouwelijke architect. En dat een van die mannen die daarbij was, zei van ja, kijk, die kwaliteit is overduidelijk. Ik bedoel, zo'n Lili Reich is gewoon een fantastische architect. We weten natuurlijk allemaal dat er heel vaak een aandeel is van vrouwen in bureaus. Maar daar praten we gewoon niet over. Dat is de dirty little secret van de architectuur. Dus dat vraagt om zelfreflectie. Bij archieven en bij musea moeten ons afvragen van waarom is dat werk van die vrouwelijke architecten nou eigenlijk nauwelijks verzameld? Werd het niet serieus genomen? Is het niet besproken in de pers? Zijn die archieven misschien ook niet aangeboden? Dat zijn allemaal dingen die we ons moeten afvragen, ook met het oog op de toekomst. Ja, dus dan zie je in 2017 weer diezelfde periode dat het nieuwe instituut en de TU Delft Feminists hebben vastgesteld, hey, we hebben 650 auteursarchieven in het Rijksarchief van het NAI, nu HANI, en 15 daarvan zijn van vrouwelijke architecten. Dus dat is echt een hele gekke wanverdeling. Het Deutsches Architectuurmuseum constateert in 2017 dat ze 100 monografische tentoonstellingen hebben georganiseerd. En dat er slechts 4 waren gewijd aan vrouwelijke architecten. En die hebben meteen bedacht van oké, dat we moeten beginnen om die geschiedenis te herschrijven en recht te zetten. En daarom deze tentoonstelling georganiseerd met een hele mooie bijbehorende publicatie, Vrouw Architect. En ook het Vlaamse Architectuurinstituut is heel actief op dit terrein. Die hebben sinds 2020 Wiki Women Design. Waarbij ze op zoek gaan naar archiefmateriaal en expertise over vrouwen die een impact hebben gehad op de ontworpen omgeving van België. En we zien veel publicaties. Dus dit is een hele reeks publicaties, of het is een greep. Allemaal verschenen tussen 2017 en nu. En er is natuurlijk, behalve die officiële routes, kun je ook nog op een andere manier werken aan ons geheugen en aan, laten we zeggen, de geschiedschrijving van de architectuur. En Despina Stratigakos, hoogleraar van de Universiteit in Buffalo, dat is een van de mensen die begonnen is met die editathons. Dus eigenlijk met z'n allen bij elkaar gaan zitten en Wikipedia vullen met lemma's van vrouwelijke architecten. En dat werkt, overigens dat vage plaatje wat je hier ziet is eigenlijk een filmpje, maar dat ga ik even overslaan. Dat werkt, dat kun je zien. Want als je nu gaat kijken op Women Architects in Wikipedia, dan zie je dus deze lijst per land. En hier, dit zijn nog korte lijstjes, maar als je op de Verenigde Staten zoekt of Canada, dan krijg je echt hele grote lijsten met vrouwelijke architecten uit het verleden en ook van nu. Met dit soort figuren erin, deze Lin Huiyin, geboren in 1903 in China, heel invloedrijk, groot oeuvre. Bijvoorbeeld deze Israëlische architect Shulamit Nadler, die de Nationale Bibliotheek heeft ontworpen. Hier hebben we de eerste vrouwelijke architect van Albanië. En hier hebben we een hele leuke architect, vind ik zelf, Norma Merrick Sclerick. De eerste African-American architect met een license als architect in New York in 1950 en later in 1962 pas in Californië. De eerste vrouwelijke vicepresident bij Grün & Associates, dat was een enorm bureau
in Californië die allemaal winkelcentra ontwierp. En in 1985 richtte deze vrouw Siegel, Clarke & Diamond op, met Margot Siegel en Catherine Diamond, het eerste bureau in de Verenigde Staten met een volledig vrouwelijke directie. Dus echt wel een heldin. Dus om kort te gaan, waar zijn de vrouwen? Ja, gewoon goed kijken, onderzoek doen, opnemen, namen noemen. In de archieven moeten ze komen. We moeten erover publiceren, we moeten erover praten. Hier zien we een tough cookie, Sigrid Kreesman-Schaag. We zien in wat voor een omgeving zij heeft moeten opereren, in het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog. Met publicaties en tentoonstellingen dus en projecten zoals die editathons, maar ook zo'n bijeenkomst als deze, gaan we die namen noemen. Dan krijgen ze een podium en dan krijg je, dat is een stap in een cultuurverandering waar we nu aan zijn begonnen. Maar die toch nog weer ietsje langer en ingewikkelder is dan we misschien allemaal hadden gedacht. Maar het begin is er. Dank jullie wel. Wil je dan nog heel even blijven staan voor wat vragen? Heeft u wat vragen? Hans? Ja. Zou je kunnen zeggen dat alle architecten die met een architect getrouwd zijn, eigenlijk allemaal duo-producties zijn? Dus je kunt, als je dat weet, kun je die al meteen als een duo op internet zetten. Ja, nee, precies. En dat zou ik moeten. En je merkt dat er echt nog een soort cultuuromslag bezig is. Hè? Dus het gebeurt deels wel, deels niet. Er is een hele mooie publicatie, Breaking Ground. Het gaat allemaal over, gewoon een heel mooi encyclopedisch overzicht van vrouwelijke architecten. En daar staan dus ook vrouwen tussen met werk wat ze samen met hun man hebben gemaakt. En wij merkten met de vrouwen die, met wie we naar dat boek aan het kijken waren, zo van, oh ja, maar is dat wel eerlijk? En dan tot het besef kwam van ja, natuurlijk is het eerlijk. Want weet je, andersom gebeurt het ook heel vaak. En waarom zou je nou niet eens een keer die vrouw voorop zetten? Ja, dat zou gewoon systematisch in Wikipedia kunnen doen. Ja, zeker. Ja, dat zou al een hele mooie stap zijn, ja. Ja, ik had het over 1918, maar toen was de wereldoorlog. En toen hebben heel veel vrouwen het werk van mannen gedaan. En ik denk dat dat een enorme boom aangegeven heeft van economische zelfstandigheid willen hebben en dus makkelijker. Ik weet zeker dat dat toen ook zo was en dat dat voor veel landen gold. Maar ik hoop dat ik niet 1918 heb gezegd, maar 2018. Dat is heel duidelijk. Oké. Het woord. Dank je wel. Ja, ja. En keep up the good work. Ah, dank. En ook de lezing ook. Hoofd van de opleidingscoördinator ben je. Ja, van de Master Architectuur. Ja. En je hebt je eigen bureau, Artis. Ja. Ik geef jou meteen het woord. Dankjewel. Oké, welkom. Dankjewel. Leuk dat ik uitgenodigd ben als Maastrichtse vrouwelijke architect. Ik wilde het hebben over Helden niet nodig, de kunst van het samenwerken. Ik kwam in de lezing van Katja een aantal dingen tegen die ik ook dit weekend bekeken heb. Ik denk dezelfde lezing van Beatrice Colomina. Ik kom daar ook op terug. Ik denk dat zij een hele belangrijke is in onze architectuurgeschiedenis. Maar ik wou het ook koppelen aan mijn eigen werk en aan de manier hoe ik omga met, of als architect omga met geschiedenis, met voorbeelden, met interpretaties. Even heel kort, ik heb in tussen 82 en 89 in Delft gestudeerd. Het was de tijd van Hertzberger, van Aldo van Eyck, Hanny van Eyck ook, maar die werd ook niet genoemd, om maar eens even weer iets te noemen. Maar ook de Super Dutch. En in die periode dat ik daar zat, had ik heel erg behoefte aan rolmodellen. Modellen, voorbeelden van mensen waarvan ik kon denken van oké, zo wil ik het ook doen. Die waren er eigenlijk nog niet in Delft. Dit is een beeld van Luc Guillet, kom ik later ook op terug, vrouwelijke architect uit Zwitserland. Maar Delft was heel erg toch nog wel op de mannelijke ster-architect
gericht. Daar werd je ook wel voor opgeleid. Ik ben in 1993 door toeval naar Maastricht gegaan. En in die tijd, ik ben in 2000 mijn eigen bureau begonnen, heb ik eigenlijk voor mezelf een aantal rolmodellen ontwikkeld. En ik wou daarvan drie doornemen, of drie linken aan mijn eigen werk. De eerste is Lux Guillet, Zwitserse architect, 1894-1955. De tweede is Marie-José van Hey, ik weet dat daar later ook nog wordt over gesproken. Belgische architecte en Beatrice Colomina, die natuurlijk dat boek Sexuality and Space heeft geschreven, maar die op een heleboel manieren het vrouw zijn en de rolmodellen eigenlijk aangekondigd heeft. Al deze rolmodellen heb ik natuurlijk wel gevonden uit het feit dat het vrouwen zijn, maar ook omdat ze iets deden in mijn architectuur, waarvan ik dacht van, die hebben een soort kijk op de dingen waarvan ik denk van, goh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Ik begin met Lux Guillet, dat is dus de eerste vrouwelijke architect uit Zwitserland die een eigen bureau heeft en onder haar eigen naam werkte. Zij heeft onder andere het Saffa-huis gebouwd in Zwitserland. Dat is met houtskeletbouw al, vrij modern al in die tijd. Het is ook verplaatst, het is gerestaureerd. Het was een huis voor vrouwenopvang. En als je in zo'n geschiedenis duikt, wat ik natuurlijk ook voor deze lezing gedaan heb, dan zie je ook dat de opdrachten die deze vrouwen kregen vaak heel erg vrouwgerelateerd waren. Zij heeft bijvoorbeeld ook het Lettenhof gemaakt. En dat is een kolonie, een woonkolonie voor alleenstaande vrouwen. Het zegt natuurlijk al wel heel veel, dat die in een woonkolonie moesten gaan wonen. Het is een gebouw wat nog steeds bestaat. En buiten omdat ik het een ontzettend interessante architecte vind en bewondering ervoor heb, vind ik ook de architectuur heel mooi. Ik denk dat ze een soort in de tijd, hè, dit was ook rond 1925, in die tijd was natuurlijk ook het modernisme, kwam alweer op. En zij bleef toch heel erg bij een soort gewone, alledaagse manier van ontwerpen. Aan de andere kant was zij ontzettend vooruitstrevend met haar kleurgebruik. Zij heeft in dat Saffa-huis heeft zij allerlei kleurstudies gedaan en daar ook met kleuren gewerkt. En dit specifieke kleurengebruik heeft mij ook geïnspireerd. En dan wil ik even een stapje maken naar mijn eigen werk. Een van de eerste werken toen ik in Maastricht woonde. Ik geloof alleen dat er iets mis is gegaan. Een renovatie van een kantoorgebouw op Spoorweglaan hier, wat eigenlijk een hele gewone opgave was. Een kantoorgebouw wat in de 60e jaren verpest was. Daar hebben wij relatief hele kleine ingrepen gedaan, dus qua structuur niet veel gedaan, maar wij zijn heel erg ook met kleuren gaan spelen. En ik denk als ik het voorbeeld van Lux Guillet niet gehad heb, nooit een zwarte deur had durven maken. Dus het feit dat je dan toch doorborduurt hierop. We hebben echt het kleurenpalet overgenomen. En we hebben, dit is dan de werkkamer van de directeur. We hebben van haar kleurenpalet hebben we ook gekeken hoe wij daar konden gaan werken. We zijn ook ver gegaan. We hebben alle oude deuren hoogglans geschilderd, zoals dat vroeger ook deden. Zodat je dus echt ook weer die glans en die profileringen kon zien. Dan kom ik bij mijn tweede held en dat is Marie-José van Hey. Ik ben in 1993 vanuit Den Haag naar Maastricht verhuisd. En op dat moment was er een expositie van haar in de Singel. En ik ben daar met een vriend naartoe gegaan en ik was helemaal onder de indruk dat dit soort architectuur er ook kon zijn. Er was tegelijkertijd een expositie van Louis Kahn. En de mannelijke vriend met wie ik was kocht het boek van Louis Kahn en ik kocht dit boek. En dat heeft voor mij een hele belangrijke rol gespeeld. Meer in de zin van dat zij een soort architectuur maakt die eigenlijk heel erg om het wonen, om het huiselijke, om het kleine gaat. En daarin een soort ontzettende precisie weet te geven. In 2000 zijn we met de toenmalige Academie van Bouwkunst, waar ik les gaf, zijn wij naar haar huis gegaan, hebben we er ook ontmoet. Het is een foto die ik zelf heb genomen ook. En ik weet wel dat ik kwam, dat ik echt zoiets had na het hele geweld wat je in Delft leert, dat je de ster moet worden, dat het voor mij een openbaring was, kan dit ook de architectuur zijn. Er is een citaat van Marc Dubois, die zegt, haar architectuur is veel meer, ik moet daar wel even mijn bril voor opzetten.
Haar architectuur is veeleer de resultante van een geduldig en zeer precies omgaan met... Nou kan ik het zelf niet lezen. Dat is te klein. Ik moet even iemand anders vragen of die van het scherm kan lezen. Kan je het lezen, Frans? Omgaande muren, ruimte, openingen, licht tot ze een opgeladen eenvoud krijgt. Een architectuur die in haar essentie moet beleefd worden... En waarbij woorden en beelden eigenlijk niet kunnen weergeven waar het om gaat, namelijk een ruimtelijke en zintuiglijke ervaring. Dit is een tekst van Marc Dubois, die mij ontzettend aansprak als architect. Ik ga daar weer even over naar een project wat ik zelf heb gemaakt. Dat is De Buurvrouw in Maastricht op de Wiekergrachtstraat. De buren hebben mij benaderd om een hele kleine uitbouw te doen. Het is vorig jaar genomineerd voor de Victor de Steursprijs. Dat is in de Wiekergrachtstraat een oud vrouwenklooster. Een oud vrouwenklooster. En de gevel is eigenlijk 19e eeuws, maar daarachter zit een 17e eeuwse trappentoren, wat een onderdeel was van dat klooster. Dit is een foto uit 1920. Waarbij je ziet dat de trappentoren eigenlijk nog helemaal gestukt was. Maar je ziet wel aan die achterzijde dat dat gewoon eigenlijk nog een heel oud stukje Maastricht was. De reden dat deze mensen bij mij kwamen was omdat er in de toekomst... Ik heb het gevoel dat er een heleboel gebeurt met het scherm. Zien jullie de hele tekening of niet? Oké, ja, ik zie hem hier niet. Dus dat. Dat was ooit dus een onderdeel van het klooster. Het was het toegangshuis. Dat is later is dat eigenlijk dichtgezet. Is dat een bouwblok geworden? Dus dat klooster is gesloopt. Het buurhuis heeft een tuin wat eigenlijk nog de vorm heeft van de kerk. Was eigenlijk de vraag, omdat er in de toekomst een doorbraak komt van het Pallaslocatie hier in Maastricht en er een steeg zou komen of een doorloop zou wonen, hebben die mensen mij gevraagd om te zeggen van, te kijken van, kunnen we dat voor de toekomst dichtzetten? Nou, daar hebben we naar gekeken, we hebben er ook onderzoek gedaan en hier zie je eigenlijk de voor en de na. En een van de dingen die ik daarin ook heel erg heb geprobeerd is om die ommuurde tuin, om daar ook een echte tuinkamer van te maken. En het grappige is dus dat door het feit dat je eigenlijk een ruimte kleiner maakt, je de ervaring van de ruimte hebt dat die veel groter is. Nou, ik heb hier nog wat foto's hoe het uiteindelijk geworden is. Daar zien jullie ook de trappentoren, die is helemaal schoongemaakt. Dat was al voordat we er bezig waren. Hè. De mergelblokken zijn weer te zien. En ik heb hier dan nog even twee beelden van zowel voor als na, waarin je eigenlijk ziet hoe we dus een ingreep in een tuin hebben gedaan die een hele intieme binnenruimte gemaakt heeft waar eigenlijk alles van binnen naar buiten gaat. Dit is waar ooit de doorbraak komt. Dat is nog niet zo ver, maar uiteindelijk, ja, we weten niet of die er gaat komen. We hebben er wel helemaal op geanticipeerd. Dit zijn nog even wat interieurbeelden, hoe het aansluit op het oude 17e eeuwse huis en hoe daar onze aansluiting, denk ik, op een vrij zorgvuldige manier is vormgegeven. We hebben hier ook nog een beeld van binnenuit, wat wel grappig is, want daar zie je een huis wat later gesloopt gaat worden. En we hebben besloten om dat gewoon te laten staan. En te laten zien dat daar de mergel achter zit. En op het moment dat het gesloopt wordt, dan kijken we wel wat we ermee gaan doen. En dit is nog even een foto van binnen naar buiten. En een van de dingen waar ik het over wil hebben is over samenwerken. Hè? Beatrice Colomina zegt van ja, in de architectuur kennen we eigenlijk alleen maar superhelden. The genius architecture. It's about one man. Terwijl ook zij in diezelfde lezing zegt van architectuur is bij uitstek iets om samen te werken. En dit afgelopen gebouw, wat ik heb laten zien, is eigenlijk... Had nooit tot stand kunnen komen tussen mij en deze opdrachtgeefster. Of opdrachtgevers met z'n tweeën. Die waren heel uitgesproken, wisten wat ze wilden, hebben meegedacht. En ik denk dat mede dankzij hun dit eigenlijk een soort verborgen pareltje in de binnenstad van Maastricht geworden is.
Dit is de lezing van Beatrice Colomina, waarin inderdaad ook gezegd wordt, wat Katja ook al aanhaalde, The Secret Life of Modern Architecture, We don't need another hero. En zij vertelt daarop dat dus eigenlijk het zo tegenstrijdig is dat wij allemaal helden zoeken. Wij willen altijd een gebouw toewijzen aan één persoon. Terwijl juist architectuur is een hele grote vorm van samenwerken. Nou, hier is ook al eerder over gesproken. Daar is van Beatrice Colomina The Battle War. Een geweldige battle line is het. Een geweldige tekst van haar over dit gebouw. Hoe inderdaad Corbusier daar die schildering is gaan maken. Zij is vrij ver in gegaan om daar een verhaal over te maken. Wat ik daarbij stuitend vind en wat eigenlijk nog erger is, dat het gebouw is gerestaureerd. Dus je kunt er nu ook in. En er was een hele discussie, moeten we nou de schilderingen wel of niet bewaren van Corbusier? En nou ja, de uitkomst is, ja, de schilderingen zijn er nog. Dus men vond toch de schilderingen van Corbusier belangrijker dan uiteindelijk Aileen Gray's eigen ontwerp. Een paar jaar geleden. Samenwerken. Ik heb sinds 2000 mijn eigen bureau en 8 jaar geleden ben ik Frans Ziegler tegengekomen. En zijn wij samen projecten gaan doen. Onder andere een aantal gymzalen in Rotterdam. Ik laat dit project zien omdat ik denk dat wij daar een geweldig project in samenwerking van hebben gemaakt. Maar ik laat het ook zien omdat ik plotseling na 20 jaar een kamer binnenkwam en niet meer bestond. Een vrouw en een man, een architecte samen. Dat was best wel heel ingewikkeld. We hebben daar ook heel erg aan zitten werken om te kijken hoe we daar uit zouden kunnen komen. Dus we hebben ook elkaar heel duidelijk rollen gegeven in de zin van, ik ben de bouw opgegaan, is ook wel wat ik meer doe. En Frans heeft meer met de gemeente en met opdrachtgevers zitten werken. Maar het was een ontdekking waarvan wij beide eigenlijk dachten van, goh, dus dit bestaat nog heel kort geleden. Ik laat toch even het project ook nog zien. De tekening is van Frans. Dat is een tekenwijze die voor hem heel eigen is. En mensen die hem kennen zullen die ook wel herkennen. Het is een gymzaal in een heel kleine locatie. Hij is ook vorig jaar voor de Rotterdamprijs genomineerd geweest. Niet gewonnen. Wij hebben daar gezocht in een soort heel kleine hol of een kleine ruimte, eigenlijk een pocketpark. Hebben wij gekeken om toch één gevel heel duidelijk aanwezig te laten maken. We hebben ten opzichte van stedenbouwkundige plannen het gebouw iets gedraaid, zodat de gymzaal eigenlijk de diepte inging en het speelplein kleiner werd, maar door de overblijvende ruimtes werden eigenlijk veel helderder. Er is uiteindelijk een bakstenen gebouw van gekomen. We hebben ook nog een andere bakstenen gymzaal gemaakt, maar dit is ook een bakstenen gymzaal gemaakt met hooglicht, waar hooglicht naar beneden komt en de gymzaal van binnen is helemaal van hout. Het is een heel mooi contrast hoe je kan zien hoe het hout, de warmte binnen en het baksteen buiten. De deur wil ik ook nog even noemen. We hebben ook een traditie gevonden om een gymzalen namen te geven en dit is de Adamshof. En die deur is van een oude boom die er stond, een plataan die helaas gekapt moest worden, maar we hebben het hout hergebruikt in de voordeur. En de volgende is nog even dat je ziet hoe het van binnen werkt en het bovenlicht naar binnen komt. En eigenlijk daardoor een heel warm, maar tegelijkertijd ook een gebouw met allure geworden, terwijl het toch niet meer is dan een gymzaal. Beatrice Colomina, nog even teruggekomen. En natuurlijk waardeer ik haar heel erg omdat zij over vrouwen in de architectuur schrijft, maar ook over wat zij schrijft. Zij heeft een geweldig artikel, De Split Wall, geschreven, waarin ze het werk van Corbusier en Loos vergelijkt, waarbij ze eigenlijk zegt van Corbusier is heel erg gericht op de film, het filmische. En Loos is veel meer dat je in de ruimte bent en eigenlijk ze vergelijkt het met het theater. Het is voor mij een soort openbaring geweest. Ik wil dan nog naar een laatste project van mijzelf gaan. Wij kregen de opdracht om een hele grote villa te realiseren. Een villa op een groot terrein, zeer groot terrein. En ook daar, deze villa hadden we nooit kunnen realiseren zonder opdrachtgever. Maar ook niet zonder de samenwerking met de tuinarchitect, de aannemer, in dit geval ook een kunstenaar. Wij hebben hier eigenlijk, het was een vrije opdracht, we konden maken wat we wilden, of we konden eigenlijk
We konden de vorm helemaal vormgeven. En we hebben heel erg gezocht naar een vorm die toch een bepaalde ingetogenheid zit. Dit zijn wat schema's. Het terrein heeft een hele grote boom, een grote zilverlinde waar we omheen gebouwd hebben en een beukenrij. En samen met de landschapsarchitecte Mirella Schout hebben wij eigenlijk de hele layout van de villa en de tuin gemaakt. En dit is nog een plaatje van Mirella. Ik kom zo even terug op het vorige plaatje. Waar je ziet hoe wij een baksteenarchitectuur hebben willen maken. Maar die baksteen eigenlijk overal in de tuin hebben willen laten terugkomen. Als ik even naar dit plaatje terug ga, dan hebben wij ook de organisatie van het huis binnen. Het is een groot huis. Heel erg geprobeerd om elke ruimte een eigen sfeer te hebben. Dus als het ware in de gangen heb je het blauwe wat je hier ziet. Daar heb je hetgene wat eigenlijk Corbusier zet, daar ga je van ruimte, daar zit ook een bepaalde snelheid in. En elke ruimte heeft een eigen ingetogenheid en een eigen atmosfeer. Eén keer naar de tuin. Hier nog een plaatje van de tuin waar je ziet hoe de architectuur, of hoe de tuinarchitectuur en de architectuur van het gebouw heel erg samenspelen. Waardoor het echt een gezamtkunstwerk wordt. Als laatste, of de gevel is dit nog. Dit is de gevel waar je ziet hoe het in het bos staat, het huis. Maar het bijzondere van deze opgave is dat wij ook toegepaste kunst hebben gemaakt. En we hebben daarmee samengewerkt met de Limburgse kunstenares Ingeborg Meulendijks. Die heeft glas en nog een wandkleed ontwikkeld. Eigenlijk een soort wens om glas en lood te maken. We hebben dat samen vertaald, maar Ingeborg is wel de echte trekker. Die heeft een soort afdrukken gemaakt in gips. Van daarin is het glas gegoten en dat is de binnenkant van het dubbel glas geworden. Dus daar zie je ook, hier zie je de binnenkant. En de natuur zie je eigenlijk door dat glas heel erg, zie je op een hele andere wijze. En dat was een heel intens proces om dit samen met haar vorm te geven. En als laatste die samenwerking. Dit gebouw hadden we nooit kunnen maken zonder de aannemer. Wij hebben een bakstenen gebouw gemaakt. En we hebben vormbakstenen gebruikt die zeker zo groot zijn als, ik overdrijf niet, zo groot zijn die. De aannemer heeft die willen maken, willen laten maken en die zijn ook vermetseld. En die samenwerking, dat was echt, ik kan niet zeggen dat dat gebouw alleen uit mijn koker komt. Ook de mensen van mijn bureau hebben er heel hard op gewerkt. Je kunt niet meer zien ook van wie wat is. Even als de samenwerking met de gymzaal, je weet op een gegeven moment niet meer wie wat bedacht heeft. En eigenlijk is dat heel mooi, want meestal wordt het daardoor veel sterker. Dit is nog even een overzichtsbeeld. En dan wil ik eindigen met mijn helden. En dan wil ik ook, hoop ik dat het lesgeven naast het hebben van een architectuurbureau, dat ook weer nieuwe rolmodellen geeft. Bij ons op de academie zitten veel vrouwen. Ik denk dat ik daar wel degelijk een rolmodel ben. Ik heb ook een hele poos in mijn eigen bureau alleen vrouwen gehad. Op een gegeven moment ging dat niet meer. En is het toch ook beter om gewoon met mannen en vrouwen te werken. Maar ik denk dat we continu moeten blijven zien van, hè, ook wij als vrouwen kunnen ons mannetje staan in die architectuur. Dat was het. Zijn er vragen? Ik had dan wel een vraag. Ja. Je geeft al een beetje mee de opleiding. Ja. Je zegt, ik ben misschien wel het enige rolmodel. Een rolmodel. Hoe voed jij de opleiding en hoe geef jij mee dat deze aandacht zo nodig is? Ik denk door er gewoon te zijn. Ja. Door les te geven, door te weten dat je dit als vrouw kan. Ja. Maar ook natuurlijk doordat je veel gesprekken hebt, komen ook veel studenten naar mij toe. Hoe doe jij dat? Ja. Het is nog, onze bacheloropleiding heeft veel meer vrouwen en daar geven minder vrouwen les. Ze geven met name mannen les. Dus ik denk dat het ook bij het koffiezetapparaat gebeurt het ook. Heb je ook de gesprekken erover? En ik moedig ze heel erg aan. Ik moedig ze ontzettend aan om door te studeren, om te gaan werken in hun vak. Ja. Er wordt er sowieso wel aandacht besteed aan nieuwe vormen of nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Dus waar bouw je voor? Ik weet een voorbeeld van de TU Delft. Zij vroegen tweede, derdejaars een eenpersoons, nee, een
gezinswoning te ontwikkelen. En het was allemaal, het was heel heteronormatief. Dus het waren twee kinderen. Dat is, Toen zei de docent, zei jongens, ik weet het niet, maar deze wereld heeft toch andere vormen. Soms zijn het hele grote families. Ja. We hebben ook gezinnen of hè, zo. Ja. En vroeg me af, zit je vanuit, je weet hoe belangrijk het is, heb je dan ook... Er is aandacht voor. Ja. Ditzelfde project hebben wij ook, dat we een woonhuis bouwen. En dan komt inderdaad de accountant en de vrouw die thuis werkt en er zijn twee kinderen. En dan moet je inderdaad heel erg gaan vertellen van ja, er zijn ook hele andere vormen van wonen. Ik zie wel, zeker als ze bij ons komen, zijn ze jong. Als ze weggaan, zeggen ze dat niet meer. Dus daar wordt toch wel een soort wordt onbewust aandekst. Want het is jouw ervaring dat je denkt, oh, zo is het. Of het is toch moeilijker. En dan is het Ik zal even Ja, ik wil daarop aansluiten, want ik vroeg me heel erg. Ik zelf altijd het idee dat de jonge generatie nu eigenlijk veel bewuster is van een heleboel thema's zoals deze, maar ervaar je dat? Nee. Ik ervaar het minder zelfs. Ik heb het gevoel dat ik, toen ik studeerde, was ik daar veel meer mee bezig. Had ik echt zoiets van, ik ga naar Delft, want daar kom je een heleboel vrouwen tegen die techniek doen. Nou, dat was niet helemaal zo, maar bij wijze wel. En nee, het valt mij op dat ik, sommigen niet, ze zijn wel meer van, het is vanzelfsprekend dat je gaat werken. Maar het is niet zo, het is... Nee, sommige vind ik echt dat ik denk van die moet ik nog vertellen van ja. Hè, het is, of je wel of niet een master gaat doen is niet afhankelijk wat je vriend ervan vindt. Hè, dus dat soort gesprekken heb je niet allemaal. Hè. Je kan ze absoluut niet over één. Nee, je hebt er, ik kom er ook echt hele positieve tegen. Dus. Is het personeelsbeleid om divers... Ja, volgens mij wel. Ja. Het is natuurlijk wel zo, en dat vind ik zelf ook, het moet natuurlijk wel, je moet gewoon je vak beheersen. Nooit meer zeggen. Mag ik dat nooit meer zeggen? Nooit meer zeggen. Het zijn gewoon allemaal gekwalificeerde mensen die solliciteren. Ja. Het is gewoon een genderwerk dat ze niet gekozen worden. Nou, ik vind dat in het onderwijs merk ik dat niet. In het onderwijs merk ik niet dat daar naar gekeken wordt. Ja. Maar je kunt het erover hebben. Nee, het is een klassieker geworden eigenlijk nadat Mark Rutte natuurlijk in zijn vorige kabinet de totale focus maakte om een gekke balans te vinden. En het woord kwaliteit durfde te noemen. Ja. Waardoor er, neem aan, boekenkasten naartoe zijn gestuurd om dat hele achtergrond uit te En het is ook bekend dat mensen altijd graag mensen aannemen die een beetje op elkaar... Ja, nee, dat is absoluut ook bekend. Dat zie ik overigens in mijn bureau ook. Ja, daarom. Dus dat is sociaal werk. Dat is... Ook als je excuus bent, zogenaamd voor de buitenwereld, doe het gewoon en zet het naar werk. Maak het uit. Nou, ik vind het mooi om het jou daar. Zullen we zijn zin zo laten vragen? Nee? Oké. Ik wil ook collega-platform, een collega van Campen, in Turnhout. Ik zei al tegen mijn collega, Turnhout is mijn eerste accountant geweest met Vlaanderen. Ik kwam in Tilburg. Dat is een bijzondere eerste accountant. Vlaanderen, ja. En de Wikipedia zijn er veel net ook al even. Ja. Je bent daar heel actief mee bezig. Ja. Zeker over horen. Ik geef jou het. Oké, dankjewel. Heel hartelijk bedankt ook voor de uitnodiging en dat er een stem uit Vlaanderen deel kan nemen aan deze reeks. Overigens een stem die dus uit Maastricht komt. Maar inmiddels woon ik lange tijd in Antwerpen. Even zien, inderdaad, ik ben projectleider en zakelijk leider bij Arthur. Wij zijn een architectuurcentrum en wij werken vanuit de Kempen in Vlaanderen. En om dat toch wat te situeren voor jullie, dat is in de provincie Antwerpen, eigenlijk het grootste deel van de provincie Antwerpen is onze experimenteergrond, zo zeggen wij dat altijd, behalve de grote steden Antwerpen en Mechelen.
En die regio bestaat eigenlijk enkel uit hele kleine steden. We zijn gevestigd in Turnhout. Jij weet het, dat is een stad van 45.000 inwoners. Dat is veruit het grootste. En de rest zijn echt kleine steden en dorpen. Een heel rurale regio, dus met een hele grote eigenheid wat betreft ruimtelijke uitdagingen. En vanuit die regio richten wij ons vooral op de uitdagingen die daar spelen. En ook mede in andere regio's in Vlaanderen. Ik kom dus zelf uit Maastricht. Ik zei het al, ik ben opgeleid in Eindhoven. Ik ben architect, maar ik heb altijd in de architectuurcultuur gewerkt. Onder meer bij Kast in Tilburg, bij het NAI. En ik woon nu zo'n 9 jaar in Antwerpen. Ik heb er ook even wat cijfers bij gezocht om België en Nederland te vergelijken. Wat in ieder geval heel erg opvalt, is dat er meer dan 2 keer zoveel architecten in België zijn. Het zegt ook wel iets over het ruimtelijk ordeningsbeleid in België. Waar iedereen toch zijn eigen huis bouwt, nog veelal. Maar dat ook het percentage vrouwelijke architecten toch wel wat hoger ligt. Ik heb er even wat cijfers van een paar jaar bij gezet, want ik zag ineens een enorme sprong daar in die 2 jaar... die ik niet helemaal kan plaatsen, maar in ieder geval ligt het percentage vrouwen toch wat hoger dan in Nederland in de praktijk. Ik hoop dat die... Oh, die is helemaal versprongen. Nou, dan zien jullie het niet, behalve het woord leaky pipeline. En dat was het belangrijkste van dit schema. Maar in dit schema zag je een aantal cijfers die eigenlijk laten zien dat die leaky pipeline, dat gegeven dat vrouwen gaandeweg eigenlijk uit de praktijk stappen, het vak verlaten dan zogenaamd, dat zeker ook een issue is in Vlaanderen heel erg. We zien eigenlijk al direct na het afstuderen dat er een paar procent vrouw verdwijnt uit het vak dan zogenaamd en dat steeds meer wordt gedurende de carrière. En dus vrouwen in de architectuur, het is zeker ook een thema in België en zeker ook wat betreft de geschiedenis. Katja, jij noemde net al het aantal archieven van vrouwen ten opzichte van het totaal in het Vlaams Architectuurinstituut, wat Vlaamse architectuurarchieven beheert, zijn er 200 archieven en 4 van vrouwen. Dus ja, ze hebben wat werk daar. Maar ze hebben inderdaad, het Architectuurinstituut heeft het Wiki Women Design project opgestart. Jij noemde het ook al. En dat is ook bedoeld om vrouwen uit de schaduw te houden, maar ook al sneller een soort inhaalslag te maken door heel veel artikelen op Wikipedia te gaan toevoegen en daarmee eigenlijk de vindbaarheid van vrouwelijke ontwerpers veel groter te maken voor studenten, voor onderzoekers, voor mensen in de praktijk. En vanuit Arthur hebben wij ons verenigd met een heleboel erfgoedorganisaties die heel lokaal geworteld zijn in onze regio, om ook verhalen uit onze regio naar boven te halen. En we hebben dan een oproep gedaan, tip ons namen, stuur archiefmateriaal, krantenknipsels in. En dit was een van de krantenknipsels die we binnenkregen. Een recensie van een tentoonstelling over vrouwen in creatieve beroepen in 1975. De titel is al nogal veelzeggend. En verderop in het artikel staat ook, en dat moet ik hier even in mijn aantekeningen zoeken, want dat kan ik op het scherm niet lezen. Verderop staat dat vrouwen zich blijkbaar om typisch vrouwelijke zaken bekommeren met textielontwerpen, juwelen, gadgets voor de woning, illustraties van kinderboeken, speelgoed en dergelijke. Het sluit een beetje aan bij wij borduren hier geen kussens, zoals we zojuist al hoorden. We kregen dit artikel toegestuurd van Florette van Kouwelaar om precies te zijn van haar nichtje, die ook vertelde, in navolging van mijn tante ben ik zelf ook architect geworden. Dat was dus haar rolmodel. En het gebouw bovenaan is van haar. En die Florette van Kouwelaar blijkt haar hele leven een architectuurpraktijk te hebben gehad in Westerlo, midden in onze regio. Wij kennen haar niet. En sterker nog, ze blijkt haar carrière begonnen te zijn bij een architectenbureau dat wij scharen onder de Turnhoutse school. En dat is een groep van 3 architectenbureaus die eind jaren 60, begin jaren 70 heel actief waren in Turnhout en omstreken. En zoals je het raadde, waren dat natuurlijk allemaal mannelijke architect-directeuren. En we hebben daar een groot project aan gewijd met Arthur in 2012. Een grote tentoonstelling, een boek om dat werk eigenlijk uit te lichten. En ja, degene die dan op die bureaus werkte, en zeker vrouwen, dat is eigenlijk helemaal niet in beeld gekomen in het project. Een andere ontwerper uit onze regio die we wat naar voren schuiven in ons project is Anita Evenepoel. En zij is modeontwerpster.
internationaal erkend. Ze is nog steeds actief. Ze geeft les in de academie. Maar zij heeft ook een link met die Turnhoutse school. Want zij is getrouwd geweest met een van de architecten. En ze is nu een paar keer geïnterviewd voor het project wat wij nu doen. En dan vertelde ze ook, ik vind het heel fijn om daar eigenlijk aan mee te werken. Want ik had vroeger helemaal geen rolmodellen. Maar ze vertelt ook, wat ik ook heel fijn vond, was dat ik op den duur niet meer de vrouw van de grote architect Lou Jansen was. Maar dat ik zo succesvol werd, dat Lou de man van mij werd. Dus dat was ook wel een fijne omkering. Onze collega's in Lier die stuiten op Rafaela van den Branden. Zij woonde in het Begijnhof in Lier en zij maakte het fresco in een kerk in Grobbendonk. En daar vonden we een artikel over en daarin stond: ons oog werd getroffen door een fresco in stagegroei en wij konden moeilijk geloven dat een vrouwelijke artieste den zware fresco-arbeid, bereiden en verslepen van ruwe materialen geheel en al alleen tot een goed einde zou kunnen brengen. Nou, het was 1937, maar... nog een vrouw die we naar voren schuiven in het traject is Carla Molenbergs. Zij is oprichter van Huis Perkes. Dat is een heel innovatief, kleinschalig woonzorgconcept voor mensen met dementie. En architectuur en vormgeving spelen een heel belangrijke rol in dat concept. Maar zij is dus geen ontwerper, zij is een opdrachtgever. Het kwam net ook al even aan beeld. Echt een visionair opdrachtgever die samen met NU Architectuuratelier een heel traject heeft gelopen. Ze hebben de voormalige dokterswoning, echt centraal in het dorp, verbouwd tot een woonzorghuis. En de tuin die daarbij zit, die stellen ze open als tuin voor de dorpsgemeenschap. Dat is echt deel van het concept ook. Er is een paviljoen wat publiek gebruikt kan worden. En ze ontwerpen ook helemaal tot op het niveau van meubilair. Ze hebben samen een wiegbed ontworpen, eigenlijk een soort schommelbed voor volwassenen. En heel mooi werk, zeker eens op te zoeken. Het is ook in het laatste architectuurboek Vlaanderen gepubliceerd. En daar is ook uitgelegd dat dat project nimmer en te nooit tot stand had kunnen komen, natuurlijk zonder deze opdrachtgever, met deze visie. Dus zoals jullie zien, toon ik lang niet alleen architecten. En dat is ook een bewuste keuze die we maken in het project, om echt breder te kijken naar wie heeft er impact op de gebouwde omgeving, op de ontworpen omgeving. En een concept wat ik daar zelf heel fijn en verhelderend bij vind, is een artikel van Martha Scotford. En zij spreekt over messy history versus neat history. En de neat history is dan de geschiedschrijving, de nette geschiedschrijving, is dat we de biografieën vertellen van de individuele succesvolle ontwerpers. Dat is natuurlijk een redelijk eenvoudige manier en we hebben er al veel voorbeelden van gezien, maar het is ook heel simplistisch natuurlijk, want de werkelijkheid is weer barstiger en die messy manier van history, die messy geschiedschrijving is veel moeilijker, maar het biedt wel ruimte voor al die andere mensen die een rol spelen in die trajecten, zoals die werknemers, zoals we ze net al zagen, die echtgenoten, partners, maar ook critici, historici, opdrachtgevers, et cetera. En ik vind dat zelf een heel bruikbare blik die ook de geschiedenis en het veld openbreekt en eigenlijk ons ook op een andere manier laat kijken naar wie heeft er impact, wie drukt haar stempel. En dat gaat dus eigenlijk over wat er net eigenlijk min of meer ook al aan bod kwam. De vraag naar wat is auteurschap in architectuur? En een mooi artikel daarvan is van professor Hilde Heijnen, dit artikel The Gender of Genius, dat zij naar aanleiding ook van de Pritzkerprijs uitreiking schreef in Architectural Review. En zij schrijft daar ook over die mythe van die kunstenaar-architect, dat individu, dat genie, wat natuurlijk ook altijd een mannelijke connotatie heeft. En dat we die ook... dat we die mythe eigenlijk ook continu blijven reproduceren, omdat wat eren we, honoreren we in de architectuur, met prijzen, met veel prijzen, zoals de Pritzkerprijs en allerlei prijzen, is dat individuele auteurschap. Maar we reproduceren het ook heel erg in hoe we communiceren over architectuur. Want wie bieden we een platform, voor wie schrijven we, wie noemen we? Heel vaak hebben we het over dat individu. Nu zijn weer tabellen versprongen, maar dat maakt niet uit, want ik kan dat weer vertellen. Want waarschijnlijk konden jullie het toch niet lezen.
Maar het gaat over die tabel die we net ook niet konden lezen. Die kwam uit een thesis van een studente. En die is eigenlijk in 2017 een aantal jaargangen van A+, dat is het architectuurmagazine in België, het grootste architectuurmagazine, en van Jaarboek Vlaanderen. En ze is gewoon gaan turven, vrouwelijke architecten. En gemiddeld uit de jaargangen die zij geturfd had, was 7,5% van de architecten die genoemd werd in A+, was een vrouw. En 17,5% van de architecten in het jaarboek was een vrouw. En dat ging over, die thesis komt uit 2017. Dus dat ging over echt edities van 10 tot 16, volgens mij. Ik moet er wel echt als een grote disclaimer bij zeggen dat dit absoluut niet meer de realiteit van vandaag weerspiegelt. Want bij A+ zit er sinds een aantal jaar een fantastische vrouwelijke hoofdredacteur die hier heel bewust mee bezig is. In de architectuurboeken Vlaanderen wordt er ook heel bewust aan gewerkt. Maar je kunt toch op zijn minst zeggen dat tot voor enkele jaren geleden in deze belangrijkste, grootste publicaties vrouwen in de architectuur gewoon onzichtbaar waren nog in België. Dat zie je ook bij prijzen, denk ik, toch nog steeds terugkomen. Ik zat laatst zelf in een jury en ik hield daar het pleidooi dat na 14 prijswinnaars, waarvan er 1 vrouw was en 1 koppel, dat het echt wel tijd was dat we die bewuste keuze zouden maken om een vrouw te laten winnen. En dan merk je dat het bewustzijn er dus heel erg is, want iedereen knikt. En ik was ook niet de enige die dat pleidooi hield in die jury, er waren er meer. Dus dat kwam heel erg aan, maar toch zijn we niet als jury tot de conclusie gekomen en heeft dan niet een vrouw gewonnen. Dus ja, dat blijft toch iets wat je ziet terugkomen. En hoe doorbreek je dat? Hoe doorbreek je die terugkerende patronen? Ik weet het ook niet, maar het is toch iets wat steeds blijft terugkomen volgens mij in hoe we communiceren over architectuur. Wat ik zelf wel heel waardevol vind, is dus die meer rommelige blik waar we het net over hadden, om naar ons vakgebied te kijken, ook nu. Omdat als we over die leaky pipeline spraken, verdwijnen al die architecten, waar gaan die eigenlijk naartoe? Die vertrekken, hè? Die weglekken uit die leaky pipeline. Vertrekken die nu echt uit het vak? Ik denk het dus niet. Een heleboel daarvan vertrekken helemaal niet uit het vak. En Sophie de Cagny, directeur van het Vlaams Architectuurinstituut, die zei het een aantal maanden geleden op deze manier in KNAK, een weekblad in Vlaanderen. Vrouwen zijn de stille krachten van de architectuurwereld. Dus ze haken vaak af naar die stagelaren, maar ze drukken wel hun stempel. We drukken wel onze stempel. Want veel vrouwelijke architecten gaan werken in planningscellen, bouwmeesterteams, erfgoedorganisaties, organisaties rond architectuurcultuur. Daar is vaak vrouwelijk overwicht. Dus alhoewel je in die kanon misschien iets anders ziet, is er ook een heleboel visieontwikkeling achter de schermen of een heleboel ander gerelateerd werk achter de schermen, wat vrouwenwerk is. En ik denk, dit gaat inderdaad over wie hebben er impact, hè? Wie dragen erbij aan de kwaliteit van de architectuur en van de gebouwde omgeving. En misschien dat een perspectiefverbreding daarin, in ons denken daarover, over wie zijn vrouwen in de architectuur, ons ook wel wat op kan leveren om het gesprek daarover te voeren. Overigens hebben we het nu enkel over vrouwen in de architectuur en op een bepaalde manier is dat ook nog best een gemakkelijk onderwerp, denk ik. En in ieder geval een heel overzichtelijk onderwerp. Maar er is, denk ik, nog een veel groter en veel lastiger onderwerp. Dat er echt nood is aan veel meer verschillende perspectieven in de architectuurpraktijk en in de architectuursector. Ook wat betreft bijvoorbeeld sociale klasse en culturele achtergrond. En ook weer in KNAK Weekend, dat is dus een heel mainstream, veelgelezen Vlaams weekblad, verscheen nog maar enkele weken terug deze long read. Hoe divers is de Belgische architectuur? Nou, de conclusie van de long read was dus niet divers, totaal niet divers zelfs. En zij koppelt het ook aan die vraag, ja, als de architect maatschappelijke meerwaarde moet bieden, kan dat wel zonder een weerspiegeling van die maatschappij in onder architecten? En wat ik heel goed vond, is dat ze verderop in het nummer ook direct een duit in het zakje deden wat betreft visibiliteit, een platform geven, door toch 8 portretten van Belgische architecten met een migratieachtergrond daar te tonen. En ik vond het ook wel heel bijzonder en tekenend dat het dus in een heel mainstream weekblad eigenlijk gebeurde.
Want in de sector, zeker bij onze organisatie, voeren we dit gesprek veel te weinig. En ook bij andere organisaties in die sector voeren we dat nog maar heel weinig. En ik denk dat we daar ook nog een grote opgave hebben, die eigenlijk misschien nog wel veel moeilijker is en veel ingewikkelder dan de opgave vrouwen in de architectuur. En dat het wel belangrijk is, denk ik, om die verschillende perspectieven toe te voegen aan ons werkveld. Komt bijvoorbeeld terug in een discussie als deze, ook weer in de Standaard, de krant van België, pas geleden, begin maart. Dit was een artikel, een lang artikel, en het ging over visualisaties van stadsvernieuwingsprojecten, waarin keer op keer geen één mens van kleur te herkennen is. En extra saillant is dat het beeld wat we hier zien van een plein in Brussel is dat echt gewoon een superbruisend multiculturele hotspot nu is. Dus mensen zijn gewoon weggegumd. En ja, waar ligt dat nu aan? Hè? Ik denk eigenlijk dat dat heel erg onbewust iets is, maar dat het daarmee wel een symptoom is dat er toch in onze sector een bewustzijn daarover ontbreekt. En in ieder geval die diverse perspectieven ontbreken die dan ergens aan een bel trekken van hé, dat is toch wel raar misschien om zo'n plaatje te maken. Maar goed. Als uitsmijter dacht ik, hoe kan ik nu dan mijn rol opnemen door jullie dan voor te stellen aan een heleboel geweldige Belgische architecten. Ik dacht, weet je, ik doe een voorstel voor een Vlaamse, Brusselse, Belgische editie van Mevrouw de Architect. Merel heeft 19 vrouwen geïnterviewd. Ik heb ook 19 vrouwen opgelijst. En ik zet wel een klein beetje mijn rommelige bril daar ook bij op. Dus ik kijk ook al iets breder. Ik vlieg er dus doorheen, want ik heb geen tijd om bij elke vrouw stil te staan, maar zoek al deze vrouwen zeker op en al hun werk, want ze zijn stuk voor stuk fantastische vrouwen. Ik had er overigens nog veel meer dan 19 kunnen doen, dus het is ook maar een persoonlijke selectie. De eerste die sowieso nooit zou mogen ontbreken is Wivina de Meester. Zij is voormalig minister. Zij heeft de eerste Vlaamse bouwmeester opgericht, het initiatief genomen. Ze heeft het VAI mee opgericht. Er is een prijs naar haar genoemd voor goed opdrachtgeverschap. Die prijzen zijn er natuurlijk ook. En ze is zelf opdrachtgever van een woonzorgdomein waar echt fantastische architectuur staat, zoals hier van 51 NVE. Dus zoek het op. Dan Sophie de Cagny, we zagen haar net al, directeur van het Vlaamse Architectuur Instituut. Dus ook heel erg bezig met dit thema nu. Els Klaases en Tanja van den Bussen, directeuren van ECTV Architecten, wat ze samen runnen. Claire Laremans, Lama Landscape Architect, opgeleid in Nederland, werkt ook veel in Nederland. Shavin Sheikh Rezaei. Zij is medewerker bij architecten Jan de Velder en Inge Vink, maar ik kwam haar recent op het spoor door deze geweldige publicatie, volgens mij van haar masterthesis, Ensemble, an Architecture of the In-Between heet het. Kelly Hendricks van Beeld Architect, een vrij jong bureau. Ingrid Mees, A2O-architecten hier in de buurt uit Hasselt. Anne-Katrien Verdikt, zij heeft een architectuurpraktijk met haar man. Dit project stond dit jaar ook op het architectuurboek Vlaanderen op de cover, vorig jaar. Maar zij heeft ook een actieburgerinitiatiefgroep gestart voor wat actie voert voor schone lucht in schoolomgevingen. En daar zet ze ook haar rol als architect heel bewust in, dus een soort architect-activist. Laura Nsengiumva. Zij is kunstenaar en ook onderzoeker aan KSK in Gent. En zij is opgeleid als architect. Zoek zeker deze fantastische installatie van een smeltende koning Leopold II op. Anne Fontaine, zij is partner bij NOAH Architecten. Lisa de Visser, die hoofdredacteur van A+. Ashley Tjitschek, zij is architect en scenograaf en ook onder andere redacteur bij Oase. Oana Bogdan, met Leo van Broek, de voormalig Vlaamse bouwmeester, is zij directeur van Bogdan en van Broek Architecten. Het hele team van AG Vespa. AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf. Zij zijn projectregisseur, projectontwikkelaar voor hele goede stadsprojecten in de stad Antwerpen. En hier zitten heel veel vrouwen in het team. Ze hebben een vrouwelijke CEO, heel veel vrouwelijke directeurs. Dus daar vond ik gewoon dat het hele team erop kon staan. Inge Vink van architecten Jan de Velder en Inge Vink. Jullie misschien meer bekend als de Velder Vink Tailleux architecten, maar ze zijn pas veranderd. Carla Molenbergs, de opdrachtgever die ik zojuist al noemde.
Sarah Poot, directeur van Poot Architectuur. Hilde Heijnen natuurlijk, professor aan de KU Leuven, veel gepubliceerd over gender en architectuur. En nog een heleboel andere dingen, zoals het standaardwerk wat elke architect, denk ik, moest in zijn kast heeft. En natuurlijk Marie-Josée van Hee, maar daar is net al heel veel fantastisch over verteld. Dank jullie wel. Ja, ja, de inhoud moet je er dan zelf bij zoeken, maar het is een opmaat. Ja, precies. Ja, dankjewel. Mooie lezing. Ik ben heel erg getriggerd door Messy History. Met name omdat ik ooit een keer hoorde History is iets wat je ook op als inspiratie. En het woord zelf heeft iets eigenaardigs. His story. Zijn staat helemaal. Maar dat Messy, dat maakt het dus relevant in dit onderwerp. Omdat het dus niet netjes, maar... Ja? Is Hilde Heijnen iemand die daar ook bij associeert? Nou, wat ik denk, waar het artikel over gaat, het is overigens een artikel, ik ben het op het spoor gekomen ook door Wikiwomen. Het is een artikel van een grafisch, het gaat over grafisch ontwerpers in haar geval. Maar wat ze dus beschrijft is inderdaad, waarom zijn er dan 4 van de 200 of 15 van de 600 archieven maar van mannen in die archieven? Dat is omdat we natuurlijk heel erg kijken, het mannelijke, niet per se het mannelijk, de individuele architect, het werk is van hem of haar en het wordt aan hem of haar toegeschreven. En zij pleit in dat artikel, het gaat dan over grafisch ontwerp, maar zij pleit ervoor van ja, je kunt heel... strikt op die manier kijken. Maar ja, de praktijk van architectuur is natuurlijk ook weer barstiger. Het kwam ook in jouw lezing aan bod. Zonder die opdrachtgever ontstaat het project niet. Zonder die aannemer is het niet. Dus het is eigenlijk die inspanning van die hele groep waardoor die architectuur tot stand komt. En zij pleit er dus voor om, als je naar die historie terug gaat kijken, als je dan meer op die rommelige manier naar die geschiedenis gaat kijken, dan ga je dus heel veel andere rollen en mensen ook zien. En zeker in het geval van het thema van vrouwen is dat heel belangrijk bij terugkijken, denk ik. Omdat we anders een heleboel voorbeelden die Katja noemde, dan zou je die dus niet vinden. Omdat die dan werknemer waren in het bureau. Omdat ze natuurlijk vroeger dan, konden ze ook die positie vaak niet innemen. Het was ook gewoon door sociale... omstandigheden. Maar ik vind het ook interessant om het concept, om het debat open te breken. Ik heb toevallig ook met Merel over de publicatie wel eens gesproken, dat ik zei, het is fantastisch om dus allemaal vrouwelijke architecten een podium te geven. En ergens is de vervolgstap in mijn hoofd ook dat je ook breder gaat spreken over met wie spreek je over architectuur. Dus ook die blik openen. Wie geef je het platform? Wie laat je... over wie publiceer je, want over zo'n project wat jij dan toont, dan zou je dus ook met de opdrachtgever kunnen spreken, dan zou je ook, of met jullie allemaal. En wie speelt er dus een rol? En ik denk bijvoorbeeld in wat platform Bureau Europa doet en wat wij proberen te doen en wat dat hele veld ook doet, is ook echt bij te dragen aan een vitaal architectuurklimaat waarin ook goede projecten tot stand kunnen komen, waarin je reflecteert, waarin je... En dat speelt ook allemaal mee een rol in die architectuursector. Dus voor mij triggerde dat concept dus ook heel erg om dat een soort in een concept te gieten, dat je ook breder naar dat vak kunt kijken. Ik zit zo te wijzen snel. En dan denk ik, het gaat over vrouwen. Is het dan dat vrouwen ook een baan willen en ook een ontwikkeling willen maken? Of, kijk, diversiteit gaat eigenlijk over gemiste kansen. Dat je ervan uitgaat dat een persoon die een andere achtergrond heeft, ook een andere blik heeft. Dat is in de Belgische Vlaai. Iedereen heeft een punt en één punt is niet genoeg. Ja. En je hebt een beetje alle punten nodig om een beter project te krijgen. Ja. Is ook de ervaring, want je hebt in België dus blijkbaar meer als je de aspecten, dat je dan ervaart dat ze iets
een nieuwe inbreng hebben in ja, in wat aanvang. Ja, het bewijs wat ik daar natuurlijk voor heb is puur anekdotisch natuurlijk. Maar ik zou het ook wel heel interessant vinden dat je... Nee, maar ik denk natuurlijk, waarom hebben we de discussies, denk ik? Omdat het heel normaal is dat je je vanuit een bepaalde positie een heleboel dingen helemaal niet zo goed voor kunt stellen. En dat is ook niet erg, maar als je dan niet mensen erbij haalt die zich dat wel goed voor kunnen stellen, dan... dan maak je dus minder goede projecten. Dan laat je dingen liggen. En dus daarom is denk ik diversiteit heel belangrijk. Omdat je dan perspectieven toevoegt. Omdat je blinde vlekken invult die er gewoon zijn. En dat is helemaal niet erg. Het helpt al heel veel als mensen zich realiseren dat ze die witte blinde vlekken hebben. Maar wat ik bijvoorbeeld... wat ik toonde, die visualisaties. Ik denk dat daar mensen zich totaal niet realiseren dat ze die blinde vlekken hebben. Dus dat vind ik wel problematisch. Dat zou al stap 1 zijn, dat je je dat realiseert als je actief bent om aan zo'n stadvernieuwingsproject bijvoorbeeld te doen. Kom je dan op een vrouwelijke blik uit? Of kom je dan op... zoals je vroeger katholiek en protestant had, en nu hebben we het er helemaal niet over, en is die hele tegenstelling opgeheven. Ja, maar dat is natuurlijk... Ja, maar ik snap wel... Ik heb mannelijk überhaupt geen tekst meer. Nee, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat de ideale situatie is, maar dat dat niet de realiteit is. En dat we dus, omdat wij als vrouwen... ...de werkelijkheid zijn, vroeger hadden we gewoon taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Je had kosten dat die wel... creëren en vrouwen thuis. En die zijn nu op elkaars domein aan het zorgen en aan het inkomen verwerven. En op de arbeidsmarkt, dat zijn gewoon. Ik ga een beetje in, want we hebben van de pensioen en de vrouwelijke architect, of die een collectief item hebben of niet? Nee. Nee, dat denk ik niet. Die doen gewoon een vak, zoals de mannen ook een vak doen. Maar iedereen brengt gewoon eigen ervaringen mee in de praktijk. En ik denk dat het wel goed is om ons te realiseren dat als je daar enkel mannen hebt zitten die ook nog uit een bepaalde, toch uit een bepaalde achtergrond komen en uit een bepaalde klasse, dat je dan allerlei blinde vlekken hebt. En dat je daar iets aan kan doen door diversere teams te maken, ja. Het gaat ook wel leeg. Over allerlei dingen. Met de spreek gaan we even nog in de van verder. Dank jullie wel, tot de volgende keer.